Bonjour, voici Smaakmakers, un podcast sur la cuisine avec Zegert van der Linde. Dans chaque épisode, il parle avec quelqu'un au sujet de manger, de boire et des plaisirs de la table. Hallo, leuk dat je er weer bij bent. De laatste Smaakmakers van 2019 nog weer met, je hoorde haar al, Karin Luiten. En wellicht kun je ook wel raden waar we het over gaan hebben. Mais oui, la cuisine française. Vorige maand kwam Karins nieuwe boek uit, De Makkelijke Franse Keuken. Vol heerlijkheden als pâté de campagne, steak bernaise, bœuf bourguignon en petit gâteau. Loopt het water je al in de mond? Dan ga ik je echt jaloers maken. Ik mocht namelijk bij Karin aanschuiven voor een lunch met heerlijkheden uit dat heerlijke kookboek. Tussen de kaas en het toetje bouwde ik mijn mobiele podcaststudio op en stelde ik Karin die ene vraag die ik altijd stel. Kun jij eens een mooie eetherinnering vertellen? Oh ja, dat is lastig, want aan eten zijn zoveel herinneringen verbonden. Maar het eerste wat nu een van de manieren in mij opkomt was toen ik au pair ging in Zwitserland op mijn 17e. En ik kwam bij een familie terecht in Franstalig Zwitserland en daar heb ik eigenlijk leren koken. Dat kon ik helemaal niet, maar dat, ja, ik moest voor die kinderen eten verzorgen. Dus ja, je begint maar eens. Maar van de mevrouw waar ik in huis zat, die heeft mij kip leren maken. En ik kende kip alleen als kipfilet van thuis. We waren niet echt heel culinair onderlegd. En zij deed een hele kip uit de oven. Nou, dat vond ik sowieso al spectaculair. Een hele kip. Mm-hmm. Oh, dat kan dus ook. En het enige wat zij deed was zout, peper, olijfolie, een beetje invrijven, de oven in. En na een uur kwam die eruit en was die geweldig lekker. En het rook lekker. En ik vond het een openbaring. Dat dacht, zo simpel kan eten zijn en zo verrukkelijk. En dat was een beetje wel de start van mijn culinaire ontwaken, zou ik zeggen. Dat is wel leuk inderdaad, want het is vrij eenvoudig wat je opschrijft. En dat is denk ik ook wel, snap ik wel, dat komt ook wel terug in wat jij doet in de manier waarop je met eten omgaat. Het is altijd lekker, maar het is nooit te moeilijk. Nee, het hoeft niet moeilijk te zijn om lekker te wezen. En mijn slogan is altijd al kleine moeite, groot effect. Dus ik hou van dingen die weinig inspanning behoeven, maar die er dan wel uitzien en smaken alsof je enorm hebt uitgesloofd. Ja. Die complimenten, die wil je natuurlijk wel, hè, als kok. Ja, en dan altijd, maar dat was geen moeite, joh, helemaal niet. Nee, want dan kan ik vervolgens uitleggen, nee, doe even dit en dat en zus en dan kun jij dat ook. En daar verdient ze dan haar geld mee. En terecht wel hoor, want De Makkelijke Franse Keuken is een prachtboek. En ik had het geluk dat Karin zelf de lunch verzorgde deze middag. Een viergangen lunch op maandagmiddag, dat gebeurt me niet elke week. Dus daar moeten we even bij stilstaan. Alleen die eerste gang, daar heb ik wel wat hulp bij nodig. Want hoe spreek je dit nou fatsoenlijk uit? Oeuf mayonaise. En daarna hadden we lekkere preitjes. Ja, met poireau vinaigrette. Vinaigrette, dat ik geen dressing mag noemen, heb ik geleerd uit het boek. Nee, dat is Frans, hè, vinaigrette. Ja, dressing is een beetje Engels ook. Of zo. Maar is Engels. Het is eigenlijk het is twee woorden voor hetzelfde, toch? Het is saus die bij de sla gaat, ja. Hoort. Ja. En nog geen slasaus. Nee. Die witte fles van moeder. Nee. Nee, dat niet. En een kaasje hadden we ook nog, hè? Ja, een Cœur de Neuchâtel. Een hartvormig, zacht wit schimmelkaasje uit Neuchâtel-Ambré. Want daar was ik toevallig van de week. Een heel lekker kaasje. Want je vertelde een beetje hoe die. Je kunt allerlei verschillende soorten daarvan kopen, vertelde je tijdens de. Ja, je koopt of de jonge versie. En als je hem wat langer laat liggen, of tenminste, dat doet de kaasboer zelf dan al, dan is hij wat. Dan wordt hij wat cremiger van binnen. En dan heb je nog een stap verder. Dan is hij wat ouder. En dan verandert hij ook echt van kleur. Dan wordt hij wat bruin. En dan wordt hij echt sterk van smaak. En, dus je kan zelf kiezen wat je het lekkerst vindt. En wij hadden een beetje een tussenweg. Ik had de middenmoot. Ja. Dus binnen zat nog een beetje. Binnenkant was nog een beetje. Ja, ik zeg korrelig. Dat een beetje klinkt rul heel vies. Van binnen. Rul. Ja. Ja, rul. En dan aan de buitenranden wordt hij dan helemaal zo zacht smeuig. Ja, wat je kent van echt zo'n klassiek Frans kaasje. Dat is een beetje en dan, dat hartvormpje is natuurlijk ook heel leuk. Ja, dat presenteert altijd goed, denk ik. En in mijn boek staat hij ook op de foto. En ik wilde er per se eentje hebben. Dus ik moest wel even een paar kaasboeren afbellen. Maar dat is wel toch te vinden, hoor. Bij een goede kaasboer. Ook hier in Nederland gewoon al. Ja, want ook, kijk, voor dat boek heb ik natuurlijk boodschappen moeten doen in Nederland. Je kunt in Nederland veel meer vinden dan je denkt. Dat is misschien ook wel. Is wel geruststellend. Ja. Je hoeft niet voor alle boodschappen naar Frankrijk. Nee, en ik denk als je even iets verder kijkt dan de supermarkt. Dat is denk ik wel. Zo'n kaasje kun je natuurlijk niet zomaar bij de Jumbo of de Albert Heijn of de Aldi halen. Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook.
ik heb in het boek ook een speciale afdeling, culi souvenirs, van wat moet jij nou uit Frankrijk meenemen? En dan zeggen mensen altijd van, oh ja, maar dat kun je tegenwoordig ook in Nederland krijgen. Ja, natuurlijk kan dat. Maar dat is heel fijn, van dat heel veel dingen tegenwoordig hier te krijgen zijn. Maar B, het is gewoon ook veel leuker om dat in Frankrijk te kopen, als je daar toch bent. Een podcast of 2-3 geleden zat Suzanne Arends tegen me over mij. En toen hebben we het er ook over gehad. Over gewoon dat naar de supermarkt gaan in het buitenland op vakantie. Gewoon een fantastisch. Ja, het is gewoon een fantastisch uitje. Thuis is het noodzakelijk kwaad. Op vakantie, dan neem je daar de tijd voor. En dan is het heerlijk, vind ik, om uitgebreid te struinen. En gewoon te kijken. Ja. Ik weet, wij gingen als kind, vroeger met het gezin gingen we altijd naar Frankrijk, standaard. En dan inderdaad zo'n Carrefour in, weet je wel. En dan bij de vis kijken. En daar lagen gewoon nog hele vissen en kreeften in een kom en een bak. En dan, ja prachtig. Dat, ja, daar word je toch blij van? Ja, dat is heerlijk, zo, boodschappen doen weer leuk. Ja. Ik was nu van het weekend, toen ik dat kaasje kocht, ook op echt zo'n boerenmarktje. En dan, ja, er stond er een meneer met echt zo'n kraam met gewoon een bergje wortels en een bergje prei. En gewoon allemaal dingetjes uit zijn eigen tuin. Dus ik heb hem, ik heb zijn hele voorraad prei opgekocht. Die hebben we net opgegeten. Ja, dat vind ik dan zo leuk. Ja. En dan op die manier vind ik boodschappen doen ineens weer heel feestelijk worden. Ja. In plaats van, oh shit, we moeten ook nog boodschappen doen. Ik ga wel even snel langs die Jumbo's gaf. Ja. Frankrijk hangt voor mij heel erg samen met vakantie en even lekker. En alles is leuker in Frankrijk. Dat is natuurlijk niet zo, maar op vakantie voelt het wel zo. Ik wil zeggen, ja. En dat is ook wat ik dan in dat boek een beetje uit wil stralen. Van, lekker, we gaan Frans boodschappen doen. En dan gaan we daarna lekker ermee koken. En dat is ook, ik weet niet, ik vind het helemaal niet erg om op vakantie te koken. Als ik een huisje heb met een gasfornuis, ja, laat prima. Mij maar gewoon. Je kan daar toch leuke dingen aanschaffen en dan ga ik daarmee experimenteren. Dat is juist leuk, toch? Ja. En tegelijkertijd kan je natuurlijk ook heel veel dingen in Nederland maken. Het is niet zo dat je per se alleen maar dus in Frankrijk Frans kunt koken, nee. Nee, het past, dat beeld dat je schetst, past natuurlijk ook wel echt bij vakantie. Inderdaad, lekker struinen over een markt of door een supermarkt en lekker rustig de tijd nemen. En dat is juist dat is het lekkere, dat hoort ook bij, tenminste waar ik aan denk als ik denk aan Frankrijk, of aan Frans eten, is dat het ontspannen en lekker met z'n allen aan tafel gaan en de tijd nemen. Maar dat is ook, weet je, het is niet voor niks het favoriete vakantieland van heel veel Nederlanders. En iedereen kent Frankrijk van vakanties. En ja, op vakantie is het altijd mooi weer ook. Weet je. Dus dat hele blije gevoel. Ik dacht, dat wil ik nou eindelijk eens in boekvorm gooien. Nou, het is gelukt. Want het is een heel blij boek geworden. Toegankelijk ook, volgens mij. Ik heb het van het weekend zitten lezen. Het zijn hele haalbare recepten allemaal. Ja, ik noem het niet voor niks de makkelijke Franse keuken. Nou, ik dacht, waar. Frankrijk heeft een beetje de reputatie van, ze doen zo moeilijk. De Fransen zelf, maar ook met hun keuken. Het zijn natuurlijk allemaal lange bereidingswijzen en moeilijke zware sauzen. En de hele klassieke Franse keuken, die is daar natuurlijk wel op geschoold. Nou, het hoeft niet per se. Nee, dat is het wat kan ik wel ook eenvoudig. Nou ja, zo'n eitje met mayonaise. Ja, ei, mayonaise. Ik heb nog net voor de leuk heb ik er wat peterselie over gedaan, maar zelfs dat hoeft eigenlijk niet eens. Ja, dat kan in, als je die eieren goed kookt, hè, niet helemaal knetterhard tot ze groen zijn, maar net nog een beetje zacht van binnen. En je hebt een lekkere, beetje zure mayonaise met een beetje mosterd erdoor, die net mooi zo eroverheen vloeit. Ja, dan is dat een culinaire verrukking. Ja, dat is dus wel heel grappig, want ik heb dat, die staat er ook in het boek natuurlijk. En die zag ik, toen dacht ik, ik kon er me niet echt iets bij voorstellen als gerecht. En nu, dus wat ging er nu doorheen? Ik hoopte stiekem al van, zou die op tafel staan? Nou, wie weet. En toen stond hij op tafel. En toen dacht ik, die eerste hap dacht ik, het klopt. Omdat je inderdaad die lekkere, zuurige, romige mayonaise hebt. Dat maakt het gerecht. En dat zuurige, dat is wat me bijbleef. Dat is die lekkere, frisse zuurigheid in die mayonaise. Ja, maar dat is een typisch voorbeeld van hoe iets heel simpels heel lekker kan zijn. En ik denk, zit je nou een ei met mayonaise in een kookboek? Ja, ik dus wel. Want ik denk, dit verdient een eigen pagina. Ja. En dit verdient het om veel vaker gemaakt te worden. Ja, en het is wel grappig. Want ik denk ook niet dat het, nu zou ik het bestellen als ik het in Frankrijk in een bistrootje of zo op de kaart zou zien staan. Ik denk, voordat, eerder dat ik zou denken, ei met mayonaise. Yep, recht. Oké, okay, ja. Dus dat is wel anders lekker. Dat is hetzelfde natuurlijk met prei. Het is gewoon, het is gekookte prei met een simpel sausje van olie en azijn en wat nootjes. Ja, dat is ook niet heel spectaculair. Nee. Maar ik vond jij het lekker trouwens? Ik vond het heerlijk. Ja, ik vond het heel lekker. Ja, je had een vinaigrette met mandarijn gemaakt. En dat was die mandarijn was heel verrassend. Ja, dat geeft het een beetje fris en dat geeft een beetje aroma eraan. Ja, en leuk, want dit is, weet je, prei thuis maken is,
ja, het belandt toch wel vaak in een sausje of zo. En terwijl op zo'n manier is prei gewoon een eigen gerecht op zichzelf staand. Ja, en prei wordt dan ineens een delicatesse in plaats van een soort noodzakelijk onderdeel van de erwtensoep. Ja. Dat is een beetje mijn manier van koken. Ik hou van eenvoudige dingen. Maar ik probeer het dan net wel een beetje op te leuken. Hè? Met zo'n mandarijn erbij. Of en dan heb ik geroosterde hazelnootjes. En dan, ja, dat zijn dan een paar kleine toevoegingen. En die maken het dan net even leuker. We hebben nog één gerecht niet gedaan. Dat is de taart. De taart, het taartje. Ja, ik heb speciaal in Frankrijk crème fraîche gekocht. Dat is daar, oh, dat is echt niet te vergelijken. Van wat je dan echt, nou, ook op de markt staat dan zo'n mevrouwtje, staat echt uit een enorme emmer, staat ze dat dan te scheppen in kleine bakjes. En je, ja, 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 je, ziet, je ja, kan het op radio niet zien, maar oh, dit is echt, echt. Nou, als je in de Dikke Van Dalen het woord lobbig opzoekt, dan zie je straks een foto van, die crème fraîche. Het is ook echt prachtig, met je beetje crème kleuren. Hij blijft ook een beetje staan of zo. Als een beetje. De lepel maar eruit haalt. Het is vloeibaar zat. Dus ik heb speciaal hele kleine appeltaartjes gebakken, want ik dacht, ja, ik moet een bodempje hebben voor die crème fraîche. Dat is dus eigenlijk de enige reden dat we taartjes hebben. Nou, we kunnen ook gewoon onze lepel pakken. Ja hoor, je mag hem ook gewoon uitlepelen voor mij. Maar dat hebben we niet gedaan hoor. We hebben de taartjes ook opgegeten. Gelukkig maar, want die waren ook hartstikke lekker. En terwijl wij zitten te eten, kan ik je iets meer over het boek vertellen. Dat dit waarschijnlijk het eerste kookboek is met een Spotify-playlist bijvoorbeeld. Karin selecteerde eigenhandig de fijnste chansons voor tijdens het koken en het eten. Voor een link kijk je natuurlijk in de show notes. En wist je dat wijnkenner Onno Klein bij elk gerecht wijntips geeft? Onno komt trouwens later in de podcast nog een keertje terug. We hebben inmiddels onze taart op. Tijd om verder te gaan. Nou, terwijl jij waarschijnlijk naar mijn ongelooflijk grappige en gevatte voice-over luisterde, hebben wij lekker ons toetje op zitten eten hier aan tafel. Zonder dat jij naar ons gesmek hoefde te luisteren. Dat scheelde weer. Hè? Dat was juist lekker. En inderdaad, ja, weet je, we hebben natuurlijk al even hoog opgegeven over die crème fraîche. Wat mij gelijk opviel is dat die niet zo scherp is of zo. Nederlandse crème, als je een crème fraîche in de winkel koopt, is echt heel zuur. En dit is heel zacht. Heel zacht, ja. Dit is lekkerder dan slagroom, vind ik, bij appeltaart. Ja. Het is inderdaad niet zoet, het is niet zuur, het is heel... Ja, het is nee, je mist hier ook helemaal niet de suiker in. Terwijl slagroom zonder suiker is eigenlijk niet te doen. Nee, is eigenlijk niet zo. Terwijl dit is... Je zou gek zijn om hier suiker door te doen. Nee. Waarschijnlijk heb je ook wel een beeld bij de Franse keuken. Dat het lekker is natuurlijk. Dat het dé keuken is voor culinaire hoogstandjes. Ja, en misschien ook wel dat het moeilijk is. Maar ja, Karin heeft natuurlijk niet voor niets de makkelijke Franse keuken geschreven. Dat zie ik toch wel als mijn taak in dit aardse bestaan. Ja, dat ik mensen aan de hand neem en ze gewoon uitleg van jongens, het is helemaal niet moeilijk. En je kan het zo moeilijk maken als je zelf wil natuurlijk. Maar ik probeer gerechten altijd heel veel uit. En ik probeer eigenlijk altijd toch de eenvoudigste manier te vinden. Ja, nooit moeilijk doen als het makkelijk kan. Van mij hoef je niet binnen 20 minuten aan tafel. Als iets een uur in de oven moet, dat vind ik geen werktijd. Dus als je iets 5 à 10 minuten moet voorbereiden en daarna moet een uur in de oven, dan denk ik, nou, dat is een makkelijk gerecht. Ja. Dan hoef je niks te doen. Dus zo kijk ik ook een beetje naar koken. Hè? Van je moet een onderscheid maken tussen effectieve werktijd en op de bank zit tijd met een glaasje. Ja, ja en toch hebben veel van die Franse gerechten hebben het aura over zich van daar moet je veel voor doen. Dan moet je moeilijke sauzen maken. Dan moet je 20 jaar voor naar een culinaire opleiding en dan leren onder een 3-sterrenchef ergens in Lyon. En dan kun je Frans koken of zo. Ja, maar dat is heel erg restaurant gerelateerd. En wij hoeven thuis natuurlijk niet te koken als een sterrenchef. Dat is misschien een open deur, maar dat moet je even laten inwerken. Zo hoef je helemaal niet te koken. Dat is helemaal niet de bedoeling. Nee, en dat is misschien wel wat mensen denken bij Franse keuken. Ik bedoel, het is natuurlijk ook dat voor veel mensen uit eten gaan. Dan ga je goed uit eten, denk je. Dan gaan we iets Frans doen. Frans, dat is Franse keuken. Dat wordt dan toch gezien als de beste keuken of zo. Terwijl je hoeft dus, nou wat je zegt, je hoeft thuis niet per se zo te koken zoals Paul Bocuse kookt of zo. Nee, en die heeft natuurlijk altijd ingrediënten tot zijn beschikking. En die in een restaurant hebben ze de hele dag allemaal pannen opstaan voor saus en jus en bouillon en fond. En ja, dat heb je natuurlijk thuis allemaal niet. Dus ik probeer dan toch die recepten te geven die je met juist een hele simpele saus kan maken. Dus er staan ook een aantal echt doodsimpele sausen in. Die helemaal geen tijd vergen en ook niet hele ingewikkelde spullen. Maar die wel heel lekker zijn. Ja. Dus het is niet een overzicht van de complete Franse keuken. Dat was een beetje lastig in 256 pagina's. Ja. Dus ik heb gewoon een selectie gemaakt, een keuze gemaakt van dingen waarvan ik denk van ja, die wil je allemaal eten. En die zijn allemaal maakbaar.
En haalbaar voor in je thuiskoken met Nederlandse ingrediënten. Ja. We gaan even terug naar Onno Klein. Je weet wel, eerder noemde ik zijn naam ook al. Hij heeft de wijntips verzorgd voor dit boek. Maar hij heeft ook een recensie geschreven. En daaruit wil ik even een klein stukje voorlezen. Het boek markeert echter ook een nieuwe fase in Luitens schrijverij. De door haar zelf gemaakte kenmerkende tekeningetjes zijn op 2 na verdwenen. Zonder pakjes en zakjes wordt slechts terloops op de achterkant gemeld. En er zijn niet alleen praktische inleidingen bij de recepten, maar ook anekdotische, plus veel grotere sfeerstukken. En dat viel mij dus ook op. Het is een compleet nieuwe Karin Luiten. Ja, maar dat is... Dit is mijn 14e boek. Elk boek probeer je wat anders. Tenminste, dat is voor een kookboekschrijver het leukste. Dat je toch jezelf elke keer verbetert. Ik vind ook altijd mijn laatste boek het beste. Gelukkig, ja. Ja, en ik ben nog steeds dol op pakjes en zakjes. En die zullen zeker nog een keer in een andere vorm terugkomen. Maar ja, ik had dit even als een soort feestelijk uitstapje voor mezelf ook. Het viel mij dus ook op dat ik dacht, hey, dit is echt een heel ander boek dan ik van je gewend ben of zo. Nou ja, meestal probeer ik in een boek zo efficiënt mogelijk te zijn en er zoveel mogelijk recepten in te duwen. En dat houdt ook in dat je maar heel weinig tekstruimte overhoudt voor leuke introducties of columns. Nee, het is gewoon hoe meer recepten, hoe beter. En nu dacht ik van, nu draai ik het om. Ik heb allerlei dingen die ik ook leuk vind om te vertellen over Frankrijk. Wat is er nou zo specifiek leuk aan Frankrijk? Het Franse leven, de Franse keuken, het Franse boodschappen doen, et cetera. En daar dan de bijpassende recepten bij. Dus dat houdt in dat er ietsje minder recepten in staan, maar meer verhalen die ook, die heel leuk zijn. Geweldig zijn om te lezen. Als dat je een beetje zin krijgt van, oh ja, Frankrijk, oh Jotem. Nou, dat hoop ik te bereiken. En ik mag graag schrijven. Dus. In de recept kan je natuurlijk niet heel veel schrijverij kwijt. Hè? Meenemen een ei, dan ja. Dat. Ja, je kunt misschien een kleine anekdote. Meestal zonder pakjes en zakjes boekje staat inderdaad wel een paar regels boven. Maar dat is... Ja, maar dat is een ander... Maar goed, geen mens is zwart-wit of alleen maar één ding. Ik heb ook meerdere kanten en ik wilde nu de innerlijke Française in mij er eens uitlaten. Nou ja, het is zeker geen aanval. Ik vond het namelijk heel leuk. Ik vond het heel leuk om te zien van, hey, frek, dit is ook Karin Luiten. Ja, want het soort gerechten, het soort recepten is niet wezenlijk anders. Dat is nu eenmaal mijn stijl van koken. Het is alleen de presentatie die wat anders is. We hebben bijvoorbeeld veel meer uitgepakt met fotografie en met styling. En dat geeft weer een heel ander beeld dan, kijk, pakjes en zakjes probeer ik heel simpel te houden. Ook in hoe de opmaak van de borden is en niet te veel... frutsels, dingetjes erbij. Gewoon door de week thuis. Ja, tafel. Dus dat heeft een andere focus. En daar is ook een markt voor. En het is niet dat ik dat nu ineens fout vind of zo, helemaal niet. Maar het is even een ander aspect. Ik denk ook niet dat het of hoeft. Het is juist zo leuk. Het hele leven is en. Daarom vond ik het juist zo leuk om het even te benadrukken, dat het er ook in zat. En is dit nou iets wat je vaker gaat doen? Nou ja, kijk, ik ben enorm francofiel en ik heb heel veel verhalen over Frankrijk. Ik zou precies zo'nzelfde boek niet over de Poolse keuken kunnen doen, bijvoorbeeld. Dan moet ik toch, dan moet ik wat meer... Iets meer verdiepen in de Poolse keuken, iets meer liefde voor de Poolse keuken. Dus ik weet het niet. Ik maak sowieso niet echt plannen over wat ik nog wil. Ik zie het wel. Ik zou me voorstellen dat ik dit ook nog eens een keer ga doen op een andere manier. Maar het zal nooit exact weer hetzelfde zijn, want dat vind ik gewoon niet zo boeiend. Nee, snap ik ook wel. Een deel 2 of zo, een tweetje erachter plakken, dat is ook een beetje... Ja, de moeilijke Franse keuken, dat is misschien nog wel een idee. Al je vooroordelen bevestigd in een boek. Ja. Even terug nog naar die leuke verhalen die in dat boek staan. De makkelijke Franse keuken wordt afgesloten met een verhaal over een mislukt restaurantavontuur. Voor het hele verhaal kun je in het boek terecht, maar bij mij komt dan de vraag op... Karin, wil je zelf geen restaurant? Nou, ik krijg heel vaak die vraag van, oh, is het niet jouw droom, een eigen restaurantje? En denk ik, oh nee, dat is mijn grootste nachtmerrie. Dat lijkt me een verschrikking. Ja? Thuiskoken is zo anders dan in een restaurant. Er zitten mensen met een tafel van 4 en die willen dan alle 4 tegelijkertijd iets anders eten, maar wel tegelijkertijd. Nou, hoe je dat dan logistiek in de keuken doet, dat is pas 1 tafel. Hè? Je hebt 12 tafels of 20 tafels. Dus ik heb liever gewoon bij mij thuis 1 tafel, sowieso van mensen die ik ken. Ik vind het leuker om te koken voor mensen die ik ken dan voor wildvreemden. Ja. Dus nee, dat is echt... Nee. Nee. Mensen onderschatten het denk ik ook heel vaak. Ja, enorm. Het is echt een heel ander vak. Het is knijterhard werken. Dus ook als mensen mij wel eens kok noemen, dan zeg ik meteen nee, ik ben echt geen kok.
Thuiskok, iets anders. Ja, je hebt er ook geen opleiding voor gehad? Nee. Nee, gewoon vanuit het niks. Hè? Daar hebben we het al eerder over gehad, een keer. Nee, ik zou echt enorm door de mand vallen als hij mij in een restaurantkeuken zet. Ja. Geen restaurant dus, maar wel een nieuw boek. De Makkelijke Franse Keuken ligt nu in de winkel. En als je hem nu haalt, kun je nog net proef koken voor je kerstdiner. Kleine tip van mij. Na de jaarwisseling ben ik er weer. Dan te gast de worstenmaker, chef, voedselondernemer en kookboekenschrijver Samuel Levy. Tot die tijd kun je Smaakmakers natuurlijk volgen op alle mogelijke social media. En luister je Smaakmakers via de podcast app van je iPhone. Geef dan eens een rating of een review. Dat helpt anderen bij het ontdekken van Smaakmakers. Ik zou je er heel dankbaar voor zijn. Voor nu, goede kerst, goede jaarwisseling en tot in 2020.